We mogen terugkijken op een mooi seizoen. Het voordeel van spelen op gravel is dat heel veel spelers de gravelbanen de beste, de mooiste baansoort vinden om een spelletje te doen. TC Middenmeer is ontstaan in 1971. Wij hebben ongeveer 300 leden, waarvan 80 jeugdleden. Het is ook een hele hechte vereniging. Je ziet het bijvoorbeeld ook aan de voorjaarscompetitie. De teams die naar andere verenigingen uitspelen, die komen na die tijd bij ons in de vereniging nog een drankje drinken vanwege de gezelligheid. Die hechtheid blijkt ook uit dat we eigenlijk weinig problemen hebben om alle vrijwilligers op de juiste positie neer te zetten. Wij proberen elk jaar nieuwe ideeën uit te rollen binnen de vereniging. Wij zijn 4 jaar terug begonnen met het stratentennistoernooi. Elke straat vormt een team en die neemt het op tegen andere straten binnen het dorp. En dat betekent dat er een week lang binnen onze club getennist wordt. En uiteindelijk komen daar de finale partijen uit en eindigt dat in een beste straat van Middenmeer. Dat heeft geleid tot ruim 100 nieuwe leden erbij in 4 jaar tijd. Let's make this moment. Let's...